Ik heb toevallig vorige week over hem gedroomd. Ja, dat is een cadeautje. Echt. Dat is zo levensecht. En heel vaak dan speelt het zelf dat ze in de verte zijn of heel jong. Als je al over ze droomt. Maar dit was echt in de tegenwoordige tijd. Zoals ze in het laatst waren. En ja, het is wel een droom. Maar het is wel een cadeautje. Dus dan word je wakker en dan... Even een goed gevoel. Echt, ja. Even het idee dat je contact hebt gehad. Waar hingen ze door? Had ze laken of een serieus gesprek over de toekomst hangen? Of over het zwanger wezen van Claudia? Je wolle het als nijbesteende zo graag weten. Maar het binnenvragen weet je nooit een antwoord op krijgen als het leven zo plotseling ophoudt. De ouders bleven mij lege handen achter. Ik had zo vaak onze tocht als ik je delriet. Hoe konden zij zich de oren section hier staande houden? Hoe deel je zo'n verskorrend verlies? Zijn jullie hier zo vaak? Nou, met name met geboortedagen, kerstdagen, paasdagen. Dus een beetje met die feestdagen wel een beetje. Maar als je het puur voor het kijkt naar het bezoeken, dan ja, zijn we toch vaak bij de kruisen. Dat heeft iets meer betekenis, nog weer. Dit heeft ook veel betekenis, maar dat iets meer omdat dat de plek is waar het gebeurd is. Ja, je wordt er wel heel verdrietig van en dan zie je die foto's en dan denk je, hè? Dory. En ja, soms dan wordt het al wel eens een beetje kwaad als ik hier dan weer wegloop. Dan denk ik, ja, ik hoor hier helemaal niet te zijn. Op vretemiddje, 5 januari 2001, stappen de zusjes Claudia en Nathalie van der Meer uit Oentjerk in de auto. Ze zullen een paar boodschap melden in Dokkum. Claudia zocht uit naar het weekend. Ze is al zo'n maand zwanger en met haar vriend Bert zal ze die jongen het geboortekaartje uitzieken. Het is tjuster, reinderig waar en druk op het dik als ze rond 6 uur bij een huis rieden. En dan ineens gaat het mis. Een bellende en beskonken bestuurder die de auto farm inhelje wil, knalt frontaal op de Suzuki-auto van de famkes. De auto komt terug de klap in de sleeterjochten. De bestuurder van de orenauto kan uitstappen, maar Claudia en Nathalie maken geen enkele kans. Maar haar deel liet Nathalie iets bijzonders achter. Een 3-jarig hinder dat ze nog maar krijgt hier. Haar grote droom. Hey, wat is dit? Kom eens. Heb je veel tranen gelaten op Phoenix? Heel veel tranen. Heel veel tranen. Bij Phoenix, op Phoenix, ja. Maar ook wel van, oh wat ben ik blij dat ik je heb. Hè, want ja, het is nog wel een stuk van hun. Het heeft je onbewust ook heel veel kracht gegeven? Ja, denk het wel, ja. Want ja, nou nooit op een paard gezeten en dan ben je bijna 50 en dan ga je op een paard zitten. Hè, wat net beleerd is. En dat gaat
En dat ging goed en het gaat nog goed. Je zou bijna zeggen dat Nathalie hem voor jou beleerd heeft. Nou, ja, bijna wel, ja. Ja, ze heeft goed, goed geluisterd. Want ja, dan denk ik, 3,5 jaar en daar zit er één op die nog nooit gereden heeft. Nou, vind ik toch wel een prestatie van haar en van mij. En zeker van mijzelf. Daar ben ik altijd nog wel, ja, toch nog wel trots op. Dat zeg ik ook wel eentje. Nou, ik ben eigenlijk best wel trots op mezelf dat ik het doe. Die meiden zullen wel eens denken van, nou, daar gaat mijn moeder hoor op het paard. Wie had dit verwacht? Maar kun je ook zeggen dat Phoenix ervoor gezorgd heeft dat jij je weer staande te houden? Nou, ik denk het wel. Wel mede, ja. Ik had misschien wel een andere weg, maar dan had ik het misschien wel moeilijker gehad. En zie, zij sleepte mij er wel doorheen, hè? Want ja, ik moest naar dat paard toe. Ik moest wel verzorgd worden. Hè? En ja, het was ook wel wat een uitlaatklep natuurlijk. Dit is al een plaatje, Tjeerd. Ja, het ziet er mooi uit. Ik heb hem ook nog speciaal even gepoetst. En hoe lang heb je hem nou? 22 jaar. 1994 gekocht, ja. Dus Nathalie en Claudie hebben hem bewust meegemaakt? Die hebben hem bewust meegemaakt. Sterker nog, die hebben er ook in gereden wel. Ook alleen? Alleen, ja. Ze hebben wel meegehad. Nathalie naar vriendje, Claudie maar naar school of naar het werk. Ja. Hoe zijn voor jou die afgelopen 16 jaar geweest? Zwaar en minder zwaar. De eerste jaren waren natuurlijk zwaar. Dat is logisch natuurlijk. Dan heb je een periode dat het nou ja, wat lichter is. Je went, of wennen is een beetje een raar woord, maar je leert ermee omgaan. En nu de laatste jaren eigenlijk wordt het weer wat zwaarder. Maar dat heeft te maken ook met het feit dat je ziet al die vriendinnen en vrienden van onze dochters. Ja, zie je ook ouder worden, gaan ook trouwen, krijgen kindertjes. En dus dan, ja, dat steekt wel eens. Het is wel eens hard. En ja, onze vrienden ook, die op een gegeven moment zeggen van ja, wij worden opa en oma. Ja. Dat zullen wij nooit meer worden. Ja, dus dat, ja, en daar word je dan wel mee geconfronteerd. En dat is, ja, is toch wel hard, zo nu en dan. Vaak kun je er wel mee omgaan. Maar soms is een moment, dan is het even wat minder. Ja. Hoe doe je dat dan als echtpaar? Ja, dat lijkt me heel moeilijk. Dat is ook heel moeilijk. Daar moet je ook voor vechten. He, want ja, je zit allebei met het verdriet. En de een verwerkt het zo en de ander zo. En dan heb je ook even een moment zo van, komen we hier ooit wel weer uit? Hè? Jelle is iemand die moet daarover praten. En ik ben iemand die sluit zichzelf op in een kamertje. En ik forceer mijn emoties wel. Dan kijk ik even naar een filmpje van hun of en waar ze op staan, wat anders, zodat mijn emoties loskomen. Dus daar hield ik wel rekening mee. En uiteindelijk ben ik ook opgeleid als maatschappelijk werker van oorsprong. Dus de methodiek kende ik wel. Alleen dan moet je ze op jezelf toepassen. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Ja. Maar die kwam wel allemaal weer boven. En dan moet je daar uithalen waarvan je denkt van dat is voor mij belangrijk. Dus dat is ook niks opkroppen, maar het moet er wel uit. Maar dat doe ik dan het liefst in mijn eentje. Hebben jullie daar nog hulp gehad? Wij hebben zeker hulp gehad. We zijn naar een psycholoog geweest voor rouwverwerking. En ja, Tjeerd kon dat wel aardig handelen. Ik had er wat meer moeite mee. Heb je dan Jelly nooit het handvat gegeven zoals jij dat verdriet verwerkt? Jawel. Nou, wel, daar hebben we het ook wel over gehad. Maar dat begreep ze niet. En dat is ook een reden waarom dat we ook psychologische hulp hebben ingeroepen. Om uit te gaan leggen van, ja, hij doet het zo en zo. En daar en daarom. En bij jou ligt dat anders. Nou, en dan op een gegeven moment, dan valt dat begrip. En dan, ja, dan kun je dat, dus dan begrijp je dat van elkaar en dan accepteer je dat van elkaar. Hoef je het er verder ook niet over te hebben. Maar daar hadden jullie wel strubbeling over? Nou ja, het werd mij natuurlijk wel verweten dat ik te weinig erover sprak. En ja, dat is gewoon. En soms heb je dat ook wel. Dat je denkt, van, als ik er niet over begin, dan begint ze te huilen. Dan begin ik te huilen. En daar had ik dan ook niet zoveel trek in. Zie, het is, je kan ook een uitlaatklep hebben zonder woorden. Hè? Gewoon het idee van hij is er en hij laat mij verder vrij. En ik denk dat dat ook wel een steun is. Hè? Wij claimen elkaar niet. Zo van, oh, we moeten heel erg bij elkaar zijn. Want ja, nee, we gaan onze eigen gang. We hebben dan wel momenten, dan begin je erover. Zo van, god, nou, vorige week even een slechte tijd gehad. Maar ik denk, ja, ik zeg het maar niet. En dan zegt hij, oh ja, het
had ik eigenlijk ook. Dus ik denk dat dat ook wel weer bij elkaar brengt. Maar ja, net wat ik zeg, dat is ook met vallen en opstaan. Maar de... Is er nooit een moment geweest dat je dacht van... dat stoppen ermee? Nee, niet bij mij tenminste. Nee. Ik weet niet hoe het met je is, maar ik denk het niet. Nee, we hebben allebei weer wat de draad proberen op te pakken. En alles weer wat doen. Hoe moeilijk het ook is, maar ja... Claudia en Nathalie zouden ook gezegd hebben van als we daar op een stoel zaten, hey, maar dit willen we niet. En ik denk ook dat ze dat onbewust ons toch duidelijk hebben gemaakt. Ga jou naar onleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van libben.